D66 in Roosendaal wil de achterdeurproblematiek van koffieshops hoog op de agenda krijgen. Met dit doel is woensdagavond een debat gehouden in het RBC-stadion. D66 is namelijk van mening dat softdrugs gelegaliseerd zouden moeten worden. Raadsleden, wetenschappers en onder andere de schrijver van polderwiet schetsen een beeld van het huidige softdrugsbeleid. Burgemeester Marijnen liet weten niet aanwezig te zijn. Ik denk dat het gewoon niet durft. Ik heb hem zeer persoonlijk uitgenodigd. En wat ik merk uit zijn reactie is dat hij enorm worstelt met zijn vele rollen. Hij is voorzitter van de gemeenteraad, hij is burgemeester, maar hij is natuurlijk ook gewoon een burger van Roosendaal. Maar hij is ook nog portefeuillehouder van Courage. Nou, en ik heb gezegd: van ja, juist de rol moet je wel komen. Want dan kun je namelijk heel zorgvuldig gewoon aangeven hoe ernstig jij deze problematiek vindt. Maar hij komt niet. Nou, dat betreurt ten zeerste.